Tot hier vragen ze om de schakeling op te lossen bij een open schakelaar en bij een gesloten schakelaar. Laat ons beginnen bij een open schakelaar. Ik heb alvast de gegevens in de tabel genoteerd. Nu, wanneer die schakelaar open blijft, dan mogen we eigenlijk die weerstand R2, die weerstand van 4 ohm, verwaarlozen. De stroom die daardoor zal gaan, zal 0 zijn. De spanning die daarover zal staan, zal 0 zijn. Wat blijft er dan nog over? Dan blijven er nog twee weerstanden in serie over, de weerstand van 5 en de weerstand van 8 ohm. Ja, wat wordt dan uiteraard mijn totale weerstand? Mijn totale weerstand zal dan gelijk zijn aan 5 plus 8 is 13 ohm. Ik heb de totale weerstand en de totale spanning. Dan kan ik de stroomsterkte gaan berekenen. Want U is ingenieur, dus de stroomsterkte is U gedeeld door R. Is 12 gedeeld door 13. En als ik dat ga uitrekenen, dan bekom ik 0,92 ampère. 0,92 ampère is de stroom, is de totale stroom, maar dat is ook de stroom die door de weerstand van 8 ohm gaat. En dat is ook de stroom die door de weerstand van 5 ohm gaat. Kan ik dan de spanning gaan berekenen over de eerste weerstand? Ja, want ik ken de stroom erdoor en de weerstandswaarde 0,92 maal 5. En als ik dat uitreken, wordt dat 4,6 volt. Kan ik de spanning gaan berekenen over de derde weerstand? Ja, want ik ken de stroomsterkte 0,92 vermenigvuldigd met 8. Wordt 7,4 volt. Goed, 4,6 plus 7,4 is 12 volt, klopt ook, want R1 en R3 staan in serie. Dat wil zeggen dat de 12 volt dus over beiden verdeeld moet worden. Opnieuw klopt de rekening en is het volledig opgelost.